Deze week staat in het teken van coming out. En morgen is het coming out dag. Wat vindt Almelo daarvan? Het is deze week coming out week. Wat betekent coming out week voor jou? Nou, het betekent mij zelf niet zo heel veel. Ik heb er zelf niet heel veel mee te maken, maar... Voor de mensen die het wel iets betekent, is het heel fijn voor hen natuurlijk. Ik vind het gewoon fijn om te zien dat het steeds normaler wordt om jezelf te kunnen, ja, meer sexual aware te worden, zeg maar. En voor mij betekent het zelf niet zo heel veel. Ik bedoel, ik ben wel bi, maar ik ben niet echt coming out of zo. Dat is niet echt mijn ding. Ik hoef niet zoveel groot aan te zitten. Ja, voor mij persoonlijk betekent het eigenlijk niet zo heel veel. Maar het is wel belangrijk dat dit soort activiteiten doorgezet worden. De maatschappij is misschien niet zo tolerant als mensen denken. Dus dit soort evenementen zorgen er wel voor dat er meer bewustzijn is. Dat je van kan houden van wie je wil houden. En dat je kan zijn wie je wil zijn, zeg maar. Heb je zelf wel eens te maken met LHBTI? Persoonlijk. Ik ben zelf hetero, maar er zijn genoeg mensen in mijn omgeving die iets van biseksueel, homoseksueel, lesbisch of trans zijn. En ik hoor daar soms wel verhalen over, negatieve verhalen, dat mensen hun op een negatieve manier behandelen. Dus ik denk dat dit soort dingen heel goed zijn. Ik heb er wel ervaring mee. Ik ben zelf biseksueel, maar dat is natuurlijk heel belangrijk, vooral tegenwoordig, om zo vrij te kunnen zijn als je maar wil. Dat is heel belangrijk. Heel veel vrienden van mij die, die gewoon bijvoorbeeld ja, ook bi of homo of wat dan ook. En die hebben zich daar wel goed in kunnen expressen, zeg maar. En het is ook wel fijn om te zien dat dat wel geaccepteerd wordt. In ieder geval in mijn omgeving. Wij wensen jullie een hele fijne coming out week.